تبقى في يا فيديو. حبيبتي دول مرة يا ايفيت ذكر نوت خلاصي Of tegen reactie. خلاصي ja. Dus weerstand. Krijg je iets terug. We hebben uitdrukking zeggen, hij poept zijn hoofd in de muur. Ja, ja. Dus die muur die geeft niet mee. Geen pijn voor de muur, alleen voor hemzelf. Ja, klopt. En klei is zacht, maar geeft wel weerstand. Zoals het hier in die bak zit, zwaar. En wij moeten iets doen om er iets van te maken. Dus het kost ons energie. Ja. En hoe iedereen met weerstand omgaat in zijn leven, is verschillend. Soms word je boos, soms word ik boos. Waarom doen mensen niet mee? Waarom doen ze niet wat ik wil? Je kan ook verdrietig worden. Je gaat huilen. Je wil iets, het lukt niet. Dat je dan heel verdrietig wordt. Sommige mensen gaan heel hard werken voor anderen om het toch te laten lukken. Gaan zich uitsloven. Of de ander naar de zin maken. En anderen die trekken zich terug en willen alleen zijn als iets niet gelukt is. Dus je hebt allerlei reacties. En als je naar elkaar gaat kijken, dan zie je, ik doe het zo. En jij bent met weerstand omgegaan van de klei. En dat is zwaar. Hoe ga je daarmee om? Ja. Ik laat het liggen. Ja. Nou, bijvoorbeeld, ja. Als iets niet meewerkt, ja. Ik laat het liggen. Ja. Dat is precies dat je een keuze maakt. Ja. Dan laat ik het liggen. Ja. Helemaal goed. En nee, soms... Dus je kijkt hoe belangrijk het is. Ja. Op dat moment dat te bereiken. Ja. Als ik wil per se die muur breken, want hier is brand, ga je harder breken. Ja, 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 ja. Dan ga je dwars door de muur. Ja. Maar als het, ja, ik wou de kamer groter maken, nou, misschien kan ik ook anders. Mm-hmm. Dan ga je niet zo hard duwen. Ja. 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 En iedereen gaat anders met weerstand om. En klei is een hele vriendelijke vorm van weerstand, geeft altijd wel mee. Klei doet altijd wel wat jij doet. Maar je moet eerst iets doen voordat de klei iets doet.